jongens en dames. Leuk dat jullie weer kijken. Nou, vandaag zijn we nog steeds met Edo in Duitsland. In deze moesleum, als ik het goed zeg. Maar ik sta hier een beetje te plex. Ik heb nooit geweten dat in de kist hier beneden de lijken nog zouden liggen. Dus we zien ook gewoon de beenderen. Maar goed. Dit is dus een mausoleum, als ik het goed zeg. Ja, er liggen hier beneden 1, 2, 3, 3 kisten. Ja, dus met één hout. Echt heel bizar. Het is een heel kleine locatie. Dit is eigenlijk alles. Dit, daar, dat is de ingang. Kun je daar naar beneden. En dan vind je de drie sarcofagen of zoiets noemen ze dat, geloof ik. Met dus daarin de beenderen. De overledenen. Erg bizar. Nooit verwacht dat ik zoiets zou aantreffen. Kijken jullie mee wat deze kleine locatie te bieden heeft? We zijn al naar buiten gegaan. Dus dan gaan we even rustig naar beneden lopen. Dan gaan we beneden even kijken voor jullie. Ik hoop niet dat ik er gezeik mee krijg met deze filmpje. Dat zijn ze. 1, 2, 3. De inhoud van die kist ligt daar. De inhoud van die kist ligt er bovenop. En die zit er nog in. Echt fucking bizar. Ik zal even mijn lichtje erbij pakken. Zal ik even bijlichten. Kijk dan. En het is lood. Ik weet dat ze met Tsjernobyl hebben ze die mensen, die brandweerman allemaal, in zulke dingen gegooid, zou ik maar zeggen. En begraven, zodat de straling niet, niet vanaf komt. Misschien dat het hier ook wel het geval is. Echt. Heel bijzonder dit. Je ziet zelf de hendels. Heb je aan de andere kant ook zitten. Dan kun je zo die deksel eraf tillen. Ja, en dan zie je dit. Daar ligt gewoon echt iemand in, jongens. Echt bizar. Kijk, hier heb je ook weer die grepen aan de zijkant zitten. En die kist is ook echt heel mooi versierd. En dat is met die andere kist ook. Zie je dat? Er zit gewoon een leeuwkopachtig. Heel bruut. Nooit verwacht dat ik dit zou aantreffen. Ja, hier ook heel mooi. Allemaal versierd. Ja, en deze kist dito, hè. 1 op 1 hetzelfde. Als met deze. Erg bizar voor woorden dit. Ik heb hier geen woorden voor. Het is echt dat je dit zo laat verpauperen, jongens. Ja. Nou, dit wordt een kort filmpje. Echt een kort filmpje deze keer. Ik zal nog een keer even de inhoud laten zien. Dat ik absoluut niet lieg. En wees ook niet bang, op deze kanaal wordt er niet gelogen. Kijk, ja. Dat is de kleding. En dit is een knoopje. Zal ik aanwijzen. Ja, dat. Is gewoon een knoop. Ja, en hier die been er. Ik hoef het niet aan te wijzen, denk ik. Je ziet het. Erg bizar, maar weet je wat nou helemaal bizar is? Je verwacht ook een schedel te zien. Nou, die hoort daar te zitten. Nou, die is gewoon weg. Die is gewoon weg, jongens. Gewoon een schedel gejat. Kom op, alsjeblieft. Waar gaat het heen? Nou, ik... normaal laat ik duidelijk nooit zien waar de ingang en uitgang zijn. Maar dit is dus de uitgang en de ingang. Ik ga even naar buiten klimmen. Kunnen jullie even de buitenkant zien.
En dan ga ik jullie bedanken dat jullie deze filmpje weer gekeken hebben. Ik zet hem even op pauze en dan zien jullie mij buiten weer. Nou, zoals ik beloofd had jongens, even de buitenkant. Ja, en als je locaties wil vinden op mijn YouTube kanaal, ja, dan moet ik je toch helaas teleurstellen. Ik probeer het altijd zo goed mogelijk de geheim te bewaren. Nou, dat is Edo. Top gozer. Ook even abonneren. Even liken. En ja toch? Ik doe een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken jongens en dames. Wij gaan door naar de volgende locatie. Dan gaan we eens even een hotelletje zien te scoren hier in de Maffeland. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet even een duimpje omhoog te doen als je het een toffe video vindt. Laat wat achter in de reacties. Heb ik wat aan? Wat wil je tot ik verander? Gooi het er even neer, dan kan ik daar rekening mee houden voor de volgende video's. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken en ik zeg later.